Morgen Jos. Ja, prima. Tijdens de dinsdagochtendinspectie van Jacco Elting was het vooral veel handjes schudden. Twee dagen voor het begin van de AFAS Tennis Classics lijkt het er nog niet op dat Krajicek en Filipoussis hier straks staan te spelen. Donderdag begint het tennisevenement met oud-profs uit de hele wereld. Op dinsdag checkt Elting nog even hoe de zaken ervoor staan. Dit is de nieuwe baan, of de baan die we krijgen. De rij Kuipers zit inderdaad vrij strak tegen de achterkant dan, hè? Dat is ja. Mooi. Dit is de eerste keer dat het voor mij tastbaar is. Ja, het ziet er prachtig uit. De bloemstukken die zijn mooi bij die hospitality units. Zijn prachtig. Ja, leuk zijn ze, hè? Ja, ja. Hoe staat het ervoor? Pijn in de kuit, hè? Dat is geen rondje meer. Dat is een behoorlijk rondje, maar... Ja, ziet er goed uit. Het leven van een toernooidirecteur gaat niet altijd over rozen. Want een ontbijt zat er vandaag helaas niet in. Ik heb nog geen ontbijt gehad vanmorgen. Even kijken of dat het wat lekkers is. Maandagavond kreeg Elting een telefonische afmelding van Mats Wielander. De Zweed is te geblesseerd om te spelen. En dan schrik je natuurlijk het apenzuur. En dan moet je aan de bak. En gelukkig vanwege dan weer de contacten die je hebt met de spelers. We moesten er nog weten te vinden. Ja. Dus daar zijn we eigenlijk wel heel erg blij mee. Donderdagmiddag om 3:00 staat de eerste partij gepland. Mark Filipoussis speelt dan tegen Cédric Pioline. Kijk, dit is een beter idee. Het scheelt een stuk lang.